Het is de bekendste wijk van Nederland, de Jordaan. Tijdens het feestjaar Amsterdam 750 wordt deze buurt extra in de schijnwerpers gezet met de musical Onze Jordaan. In deze driedelige serie nemen we je mee langs drie hoogtepunten uit de musical. Dit keer de nieuwe en de oude Jordanees. Nee, maar juppen. De Jordaan is veranderd. Daar kunnen we niet omheen. Van arme arbeiderswijk tot een onbetaalbare juppen-enclave, volgens sommigen. De ene na de andere hippe koffiezaak opent haar deuren en de TikTok-rijen liegen er niet om. Heel veel jonge mensen die hun eigen hier willen vestigen. En als ze eenmaal kinderen gaan nemen, dan willen ze weer naar hun eigen dorp terug. Maar dan hebben ze hier de sfeer verpest. Vroeger kon je elkaar helpen en amicaliteit onder elkaar. Maar dat is allemaal weg. Als er iemand ziek was, dan gingen ze een kopje soep brengen. Dat is niet meer. Volgens de oude Jordanezen is de mentaliteit dus veranderd. Maar hoe? We maken een rondje door de buurt met twee Jordaankenners. Journalist en schrijver Marcel van Engelen. En onderzoeker Erik Smits van het Stadsarchief. We staan hier op de tweede Lelie-Dwarsstraat, vlakbij de nieuwe Leliestraat. En je ziet een mooi bruine kroeg op de hoek. En dat is eigenlijk wat heel veel jonge, hoogopgeleide of de avant-garde van de cultureel Nederland zocht hier eigenlijk eind jaren 60, begin jaren 70. Dat is een soort authentieke sfeer van gezellige kroegen. En wat wel bijzonder is, ik denk dat dit is eigenlijk een voorbeeld voor de rest van Amsterdam geworden. Want eigenlijk is daarna heel Amsterdam verjupt, zou je kunnen zeggen. En hier in de Jordaan is het begonnen. En de Jordaan werd heel aantrekkelijk als kleinschalige buurt. Dus het is een ideaal te jaren 70. Kleinschaligheid, gezelligheid. Zo'n geluk om hier te mogen wonen. Het is gewoon een heerlijke, het voelt echt als een soort dorp in de stad. Dus heel leuk. Ze zorgen ook dat de woningen heel duur worden. En dat de echte Jordanezen niet meer aan de beurt komen. Onze kinderen kunnen nooit meer in de Jordaan wonen. Nu is de Jordaan zogenaamd heel erg verjupt. En het is die voor een deel ook. Maar de helft van de woningen is nog sociale huur. Hè? De helft van de woningen. Dus de verjupping is vooral een omslag in levensstijl, veel meer dan in geld. Je ziet dat de stadsvernieuwing in de jaren 80, die heeft ervoor gezorgd dat er goede woningen kwamen. Als je kijkt hoe de woontoestanden daarvoor waren, met huizen in de stutten, veel lekkage. En we klagen wel af van alles en nog wat, maar wat dit betreft denk ik dat we best tevreden mogen zijn. En ik denk dat heel veel jongere mensen die tijd eigenlijk niet gekend hebben, omdat ze natuurlijk ook ouders hadden die het naderhand na de oorlog wat beter kregen. En hun hebben eigenlijk niet echt die armoede gekend. Ook regisseur Diederik Ebbingen is inmiddels Jordaankenner. Hij werkt aan de musical Onze Jordaan. Wat ik er interessanter vind is dat het de hele tijd beweegt. Dus dat we wel kunnen kijken naar een buurt hoe die 20 jaar geweest is. Maar de Jordaan is er nu ook. En dat is ook echt de Jordaan. Of je het nou leuk vindt of niet. En ook alle kroegen worden ook juppenkroegen, zal ik maar zeggen. Ze willen niet meer dat wij gewoon een borreltje nemen en een sangriaatje. En ze willen dat je nu met een havermelk of een kokosmelk gaat zitten. Met een laptopje. Dat is wat ze willen. Het is eigenlijk een matcha latte. Het is een beetje een vegan tentje, zeg maar, met vegan pastries en zo. Maar heel lekker. Dus... Nee, ik zeg het eerlijk, ik gun het ze niet. Nee, absoluut niet. Nou, waarom niet? Dus als je geld hebt, dan kan je maar je eigen gaan vestigen waar je wil. En als je het iets minder hebt, dan moet je maar verdwijnen naar een buurt heel ver buiten Amsterdam. Naar Osdorp, Slotermeer, Geuzenveld. Waar we eigenlijk niet willen wonen, want het is niet onze buurt. We houden van die saamhorigheid in de Jordaan. Alhoewel er ook heel veel leuke jonge mensen zijn. Want kijk om je heen, voor de rest zijn het allemaal eethuisjes en gebakwinkeltjes en donuts van 5-6 euro per stuk. Ja, dat snap ik. En het is soms ook gewoon heel irritant. Want als er nieuwe plekken komen, dan komt er een broodjeszaak of een bagelzaak of noem maar op. Of een hele dure koffiezaak. Waar, met een bovenmodaal inkomen kan je daar elke dag koffie halen, maar andere mensen niet. Ik vind het jammer dat er dan niet een nieuwe bruine kroeg in komt of zo. Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen. Iedereen wordt steeds populairder, de Jordaan en ook de Noordermarkt. Dus ja, het wordt wel steeds drukker, maar wel steeds gezelliger. Ja,
Ja, daarom gaat deze voorstelling ook over. Het wordt eigenlijk gespeeld door veel acteurs die ouders hebben die uit Amsterdam komen, maar die al lang zelf niet meer in Amsterdam wonen, want ze ergens anders zijn grootgebracht. En die eigenlijk het verhaal van hun voorouders of hun ouders of hun grootvader en grootmoeder vertellen. Maar dat zijn zelf natuurlijk dan weer geen Jordanezen. Maar wat doet dat ertoe? Mogen die dat verhaal niet vertellen omdat het dan niet daar geboren en getogen mensen zijn? Ik vind dat een interessant gegeven. Ik vind zelf een mix wel leuk. Dus als het ook wel het authentieke Amsterdam blijft en je hebt ook gewoon wat leuke hippe tentjes, denk dat de combi gewoon heel fijn is. Ik vind juist ook heel leuk om met echte Jordanezen te kletsen. En ja. Ik vind wel dat zij er ook voor openstaan. Ik heb niet het gevoel hier dat het de een tegen de ander is. Maar je ziet het wel steeds meer voor juppen, ja. Zo, ja. Jammer, maar goed, ik ben zelf ook niet uit de Jordaan. Dus. Nou, ik denk dat dat wel steeds beter gaat. In ieder geval hier in de Jordaan of hier in Amsterdam denk ik dat dat wel steeds meer door elkaar gemengd wordt. Omdat er ja, steeds meer openbare plekken zijn waar mensen samenkomen. Dus nee, ik denk dat het wel de goede kant op gaat.